Hakerenbank is 85 jaartjes geworden en in dat kader hebben zij vandaag een project gelauncht voor de Surinaamse gemeenschap. Wat het project precies inhoudt, daar voeren wij u. 28 juni 2021, vandaag vieren we onze 85ste verjaardag en als thema voor het jubileumjaar hebben we gekozen voor financial inclusion. Ofwel het toegankelijk maken, een betere toegang te bieden tot financiële producten en diensten. Het sluit enerzijds aan bij het doel van onze oprichter, maar het is ook nu nog zeer relevant. Het is een onderwerp dat enerzijds zakelijke kansen biedt voor onze klanten, onze businessklanten, voor de bank. Want we zijn natuurlijk een commercieel bedrijf en er moet natuurlijk ook daar geld verdiend worden. Maar het geeft ons ook de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Met de keuze van dit thema geven we uiting aan het belang dat wij hechten aan financial inclusion en committeren wij ons om ons extra in te zetten hiervoor. Het vraagstuk van financial inclusion kent verschillende dimensies. Risicobeheersing, dat moet op een goede wijze gedaan worden. Vaak is de vrees, ja, maar als je veel mensen toegang biedt, moet je dan niet de drempels te veel verlagen voor wat betreft de risico's die je accepteert. Maar ook financial literacy. Is er voldoende bekendheid over het financieel systeem om daar op een goede manier mee om te gaan? Daarbij horen natuurlijk ook een stukje bewustwording en begeleidingsprogramma's die je moet bieden. En je moet natuurlijk ook kijken naar een efficiënte bediening van de doelgroep. Wij denken dat je met moderne financiële fintech-technologie de dimensies en de uitdagingen die er zijn op deze gebieden, dat je dat op een goede manier kan adresseren. En als innovatieve bank, maar ook als instelling dat sterk geworteld is in de Surinaamse samenleving, zijn we natuurlijk ook deze uitdaging aangegaan. Vandaag staat op de agenda ook de lancering van MOPE 2.0. MOPE hebben wij geïntroduceerd op de Surinaamse markt eind 2019, november 2019. De Hakerenbank beschouwt een efficiënt, veilig betalingsverkeer als essentieel voor het faciliteren van economische activiteiten en bedrijvigheid. Het stimuleert businessvolume en omzet van onze zakelijke klanten en het biedt ook nieuwe economische kansen die ontstaan hierdoor. Het is begonnen, het MOPE-platform, om mobiel betalen te faciliteren en we hebben in de afgelopen anderhalf jaar verschillende betaalmogelijkheden toegevoegd. Vooral interessant en vernieuwend is de mogelijkheid om online te betalen. Als ook om een betaling te plegen door tussenkomst van social media. MOPE creëert daarmee dus nieuwe kansen voor ondernemers, en onder andere e-commerce, en faciliteert ook veel kleine ondernemers die bijvoorbeeld via Facebook of andere social media hun producten en diensten verkopen. Dat kan zaken zijn als een kleine handel, maar het kan ook huisvleit zijn. Mensen die lekkernijen maken, pom, pastei, etc., chips en daarmee zeg maar met MOPE die business kunnen starten. Ze kunnen met MOPE de met de verkoop samenhangende betaaltransactie ook direct plegen. Een economische transactie gaat vaak niet omdat de corresponderende betaaltransactie een issue is. Hiermee bieden we betaalmogelijkheid voor verschillende betaalmogelijkheden die dus verschillende economische transacties faciliteren en daarmee economische activiteit stimuleren. En dat is vooral in een tijd dat het economisch misschien tegen zit, is dat erg belangrijk. Erg belangrijk dat we blijven innoveren, erg belangrijk dat we blijven investeren in het, zodat deze kansen gecreëerd kunnen worden en dat onze zakelijke klanten daar ook de vruchten van kunnen blijven plukken. De meest recente innovaties, want ik geef even een loop van wat anderhalf jaar is
features zijn toegevoegd, aan ontwikkeling is geweest. En de meest recente, waar we ook vandaag de demo straks van zullen hebben, zijn erop gericht om van MoPay een volwaardige betaalrekening te maken. Met alle girale betaalmogelijkheden die een traditionele bankrekening heeft en meer dan dat. In de demo, wat later zal u straks, zal ook dus aan u gepresenteerd worden de mogelijkheid om vanuit de MoPay account, vanuit de MoPay app betalingen te doen. Getoond worden de mogelijkheid om een betaling te doen naar andere bankrekeningen. Elke rekening bij any bank. De mogelijkheid om vanuit de in de app een debitkaart aan te vragen. Die debitkaart wordt u opgestuurd en u kunt hem dan bij elke Hakeringbank ATM kunt u hem activeren. En daarmee kunt u ook naar de winkels gaan om bij de postapparaten te passen. U kunt naar de ATM's gaan als u cashgeld nodig heeft om geld uit de ATM te halen. Kortom, je kan alle betaalmogelijkheden die er zijn met een traditionele bankrekening worden mogelijk gemaakt. Wat is anders? Normaliter heb je de situatie, je gaat naar de bank, je vraagt je bankrekening aan. En als je je bankrekening hebt, dan vraag je je mobile banking app die je dan downloadt. Hier is de situatie omgedraaid. Hier, je downloadt de app, je doorloopt de klantacceptatieprocedure volledig digitaal, snel, gemakkelijk dingen. Als je geaccepteerd wordt, dan heb je de MoPay account en je kan dan de betalingsmogelijkheden beginnen te doen. Je kan geld ontvangen vanuit een andere bankrekening, kan voor je overgemaakt worden, kan natuurlijk ook vanuit een andere MoPay account. Cash storten is niet mogelijk, het is wel een digitale propositie. Een digital solution, en ook vanuit om de risico's te beheersen voor wat betreft money laundering. Dat we natuurlijk ook wel moeten kunnen monitoren en volgen wat de inflow van geld is. Maar alle girale betaalmogelijkheden die er zijn, heb je daarbij ook. En je kan dan in de app dus de debitkaart aanvragen. En je hebt dus heel laagdrempelig toegang tot die betaalfaciliteiten. We maken dus hiermee, en dit is dus met name voor wat betreft de laatste functionaliteiten, met name gericht dan dus op de mensen die nog geen bankrekening hebben. Dat zij hierdoor die toegang geboden worden. Zij kunnen dus die app downloaden en dan ook deelnemen aan het financieel verkeer. Wij denken dat in het licht van het belang van financial inclusion, als ook het groot aantal burgers dat nog niet heeft, dat dit een belangrijke ontwikkeling is in de, voor het financieel systeem. Ik gaf aan jubileumjaar thema financial inclusion. MoPay is natuurlijk de technologie. We zullen naast ook de lancering van MoPay 2.0, zullen we ook andere activiteiten in dit kader ontplooien, voor een deel zelfstandig, maar ook in samenwerking met partners zoals BNets, de bankiersvereniging en de overheid. En moet daarbij denken aan activiteiten gericht op het vergroten van die financial literacy. Ik gaf aan bewustwordingscampagnes, een stukje education ook op dat gebied en ondersteuning van personen bij de toegang en gebruik van die financiële producten en diensten. Ook gaan we gericht groepen van personen die toegang nog niet hebben, die toegang bieden. Onze doelstelling is om onze leidende positie in het bankwezen verder te verstevigen, met name op het gebied van het betalingsverkeer, en simultaan invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door bij te dragen aan het flink vergroten van die toegang tot die financiële diensten en producten, de financial inclusion. Ik hoop dat u ook na het zien van de demo en de mogelijkheden van MoPay, u ook tot de conclusie komt dat MoPay is beter dan een traditionele bankrekening met mobile banking.